Ze zegt, ik hou van je. Toen waren wij in de verlovingssfeer. Dus ik hou nog veel meer van je. En wat gebeurt er? We zijn 30 jaar getrouwd. Die zegt, ik hou nog steeds heel veel van je. En nu gaan we scheiden. Dus ik hou alles van je. Ja, ik moet dat soort dingen natuurlijk altijd met een korreltje zout nemen. Ik heb dat ook gedacht bij mezelf. Ik sta hier op vakantie. En ik ga staan voor een spiegeltje in de badkamer. Arrogant en verwaand als ik was. Ik kijk en ik zeg, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft de grootste lul van het land? Roep mevrouw uit de huiskamer. Ik! Ja, dat is natuurlijk niet aardig van zo'n mens. Heb ik ook wel. Goed, we zijn gekomen aan een situatie waarin ik zeg, wij doen wel eens wat aan discriminatie. Maar dat mogen wij niet doen. Want er zijn ook een heleboel fijne, lieve mensen onder die immigranten. Maar daarom moet u de verhaaltjes die ik nu vertel ook met een korreltje zout nemen. Als u dat niet doet, dan komt het wat vervelend over. En dat wil ik eigenlijk niet. Wat gebeurt er? Aan het kanaal bij Antwerpen zit een man. Die komt uit een zuidelijk land van Spanje. Ik weet niet waar vandaan, maar daar uit de richting. En die stelt... Hij stelde eigenlijk niks. Hij ging op de rand van de oever zitten. En hij dronk met één hand heel driftig van het water. Waarop Sjefke naar België zegt. Niet drinken, dat is gevaarlijk. Is vergiftigd. Dan zegt de man, ik niet begrijpen. Hij zegt, ah, is het zover. Je moet met twee handen drinken. Kijk, dit zijn situaties waarvan je zegt, ja, moet dat nou? Er ging een Belgische zakenman. Op vakantie. En hij zegt tegen zijn knecht, Jean, pas jij me op de hoeven. En als het iets bijzonders is, dan bel je. 3 dagen weg. Geen telefoon. De man belt naar huis en zegt, hoe gaat het? Nou, zegt hij, niet zo best, baas. Hij zegt, de hark is gebroken. De hark is gebroken? Hoe kan dat nou? Ja, zegt, ik moest de hond begraven. Hij zegt, de hond begraven. Die hond was kijk eens op de begin. Wat is er gebeurd? Hij zegt, hij is in het zwembad gedoken. Nou, zit hij aan. Hij stond naast de baar. Naast de baar. Wat dat betreft is het gordijn in de brand gevlogen. Huis in de fik. Ja, zegt hij, dat kan ik begrijpen. Maar hoe kan dat? Mijn moeder was 70 jaar toen ik voor een week geleden wegging. Kerngezond. En nu is ze dood? Ja. Hoe kan dat? Nou, zegt hij, uw moeder komt slechts 's nachts slapen. En is bij uw vrouw gegaan om te horen of zij misschien een asbroodje of iets in haar had. Maar zij kwam die kamer in en tot haar grote schrik lag daar uw vrouw met uw beste vriend in bed. Ze kreeg ter plaatse een hartinval. Jezus, zeg je, onvoorstelbaar. Hoe kan nou mijn vrouw met mijn beste vriend in bed liggen? Dat is afschuwelijks. Heb je soms ook nog iets positiefs te vertellen? Jawel, zei Jean, jawel. Verleden week bent u toch voor die test geweest van AIDS? Ja, zit die N. Hij zegt, dat is positief. Zo kwamen wij dus in Spanje terug. Althans, van Spanje waar ik dan even was. En dan kom ik thuis. En u zult dat ongetwijfeld ook hebben. Een stapel post. Blauwe brieven erbij. En die inspecteur die stuurt wel hoor. U waarschijnlijk ook. Mij in ieder geval wel. Ik vond bij die blauwe brieven 2 en ik moest toch denken aan die inspecteur. Nou kan die inspecteur dat niet helemaal zelf helpen. Want u moet niet vergeten, hij wordt in opdracht van die rijke jongens uit Den Haag over die arme mensen in Nederland gestuurd. Die kreet heb ik van in de tijd overhouden toen ik nog een beetje rooms-katholieke opvoeding had. Mijn ouders zeiden altijd, wij hebben in Nederland de rijke zusters van het arme kindje Jezus. Maar dat even terzijde. Wij hebben de blauwe brieven bekeken. En toen merkte ik, terwijl ik naar de belastinginspectie ging, dat er een man was. Spiernaakt kwam hij uit het kantoor. En hij ontmoette zijn maatje. Hij zei, joh, wat is er gedaan? Wat is er gebeurd? Waar zijn je kleertjes? Hij zei, ze hebben me binnen helemaal uitgekleed. Helemaal. Ik ben alles kwijt. Toen zei zijn kameraad, nou dan wacht maar wat. Maar ik zal ze helpen. En dan kleedde hij zich bij voorbaat uit. Hij gaat spiernaakt naar binnen. En dan komt 2 tellen later komt hij eruit. Een kurk is achterste. Geblinddoekt.
een touwtje om zijn kluk-kluk-kluk-kluk-kluk-kluk. En dan zegt zijn vriend, wat is er met jou gebeurd? Hij is bij mij zo verlegen. Ze hebben het licht afgesloten, het gas afgesloten en de waterlijn gedicht. Ja, zo ging dat bij de belastingen. Want ik was er nog een keer en ik moest in de rij staan. Het duurde lang. Vrouw achter het loket, mag ik alsjeblieft meneer Peters spreken? Zegt ze, meneer, het spijt me, maar meneer Peters is 3 weken geleden overleden. Ik zeg, dat is jammer. Ik ging de rij uit en weer in de rij staan. Na 20 minuten was ik aan de beurt. En ik zei tegen haar, mag ik alsjeblieft meneer Peters spreken? Zegt ze, meneer, houdt u alsjeblieft op. Meneer Peters is overleden. Dat weet u, heb ik u net verteld. Ik zeg, oh nee, u bent niet kwalijk. Ik ging weer de rij uit en ik ging weer staan in de rij. Na 30 minuten was ik opnieuw aan de beurt. Ik zeg, goedemiddag mevrouw, meneer Peters alsjeblieft. Ze is juist genoeg, vindt het ordinair, vindt het smerig. Ik heb je al 2 keer verteld, de man overleden is. Waarom doet u dat? Ik zeg, ik vind het zo'n prettig geluid. Allah, dank u wel.